Goedendag, mijn naam is Michael Remmerman en ik ben arts klinisch farmacoloog, werkzaam in het Amsterdam UMC. En namens Recipe Farmacotherapie bieden wij u de college reeks over cardiovasculair risicomanagement en hart- en vaatziekten aan. En vandaag deel 10, het acuut coronair syndroom. In het volgende overzicht ziet u de inhoudsopgave van alle delen van deze college reeks. En vandaag dus acuut coronair syndroom deel 10. Het acuut coronair syndroom valt eigenlijk onder de coronaire hartziekte. En onder de coronaire hartziekte valt in oplopende ernst de stabiele angina pectoris, de instabiele angina pectoris, de non-ST elevatie myocardinfarct, ook wel de non-STEMI genoemd, en het ST elevatie myocardinfarct, ook wel de STEMI genoemd. Als we daarna gaan kijken, dan zien we dat eigenlijk de stabiele angina pectoris niet onder het acuut coronair syndroom valt, maar de bovenste drie onderdelen wel. Dan is het eerst altijd goed om u te realiseren hoe deze ziektebeelden zich van elkaar verschillen. Bij stabiele angina pectoris hebben patiënten pijn op de borst die overgaat in rust. Bij instabiele angina pectoris hebben patiënten ook pijn op de borst in een niet-activiteitssituatie. Echter hebben ze geen ECG-afwijkingen. En als we bloedonderzoek gaan doen naar troponines, zullen deze in principe ook niet positief zijn. Het non-ST-elevatie myocardinfarct hebben patiënten ook in rust klachten van pijn op de borst. Hebben ze geen afwijkingen, zoals een ST-elevatie bij het ECG. Maar hebben ze wel in het bloedonderzoek troponine-afwijkingen. Het ST-elevatie myocardinfarct heeft ze alle drie. Daar hebben patiënten dus pijn op de borst in rust, ST-elevatie op het ECG en in het bloedonderzoek ook verhoogde troponines. Vandaag zullen we dus met name hebben over het acuut coronair syndroom en in het bijzonder over de STEMI en de non-STEMI. Dan is het goed je af te vragen wat nou een STEMI of een myocardinfarct precies is. Nou, een myocardinfarct is eigenlijk net als bij angina pectoris dat er aan de ene kant relatief te veel zuurstofbehoefte is en aan de andere kant te weinig zuurstofaanvoer. Behoefte kan komen bij bepaalde inspanning, emotie of koude. Maar wat we net al zeiden, een myocardinfarct ontstaat eigenlijk in rust. Dus de zuurstofbehoefte is niet zozeer een probleem, maar met name het zuurstofaanvoer. En de belangrijkste oorzaak voor een verminderde zuurstofaanvoer is de atherosclerotische plaques, die eventueel zijn aangegroeid. Of in het geval van een acuut myocardinfarct, dat er een deeltje van de plak is afgescheurd en dat het verderop in een kleiner haarvaartje is komen vast te zitten. Dus met andere woorden, bij een acuut coronair syndroom moeten we wederom gaan kijken naar de bloedvaten. En hier zien we eigenlijk wat er ontstaat. Aan de linkerkant een plaatje van een goed bloedvat zonder atherosclerose. En aan de rechterkant een plaatje van een bloedvat met atherosclerotische vaatlijnen. Dan is het altijd goed je te bedenken wat nou atherosclerose precies is. Wat zit er namelijk in zo'n plak? Nou, zo'n plak die ontstaat eigenlijk op het moment dat er een klein scheurtje ontstaat in het bloedvat. Dat kan vaak komen door een hoge bloeddruk of bloed dat zich niet helemaal netjes door die bloedvaten heen beweegt. Dat wordt eigenlijk ook wel dat de flow anders is. En dat zorgt er eigenlijk voor dat die vaatwandschade optreedt. En in die vaatwandschade daar gaan dan allemaal cellen naartoe, witte bloedcellen, trombocyten, maar ook bijvoorbeeld cholesterol. En dat gaat zich allemaal ophopen en dat vormt dan een atherosclerotische plak. Wat we eigenlijk dan willen proberen is die atherosclerotische plak niet groter te maken. Dus door het cholesterol en witte bloedcellen te remmen. Maar aan de andere kant willen we ook ervoor zorgen dat op het moment dat dat losschiet, of dat er nog meer vaatwandschade ontstaat, dat er niet nog meer trombocyten naartoe getrokken worden. Vaatwandschade, waar dat is, zullen trombocyten naartoe getrokken worden. Net als dat als je een wondje hebt op je huid. En dat de eerste die dat wondje proberen dicht te maken, is de trombocyt. Nu we iets weten over de pathofysiologie, is het goed om ook te bedenken wat nou de therapeutische doelen zouden moeten zijn bij de behandeling van het acuut coronair syndroom. Nou, dat kunnen we opdelen in een aantal verschillende fases. In de acute fase is het vooral het voorkomen van verdere toename van ischemie van het hart. Want die ischemie zou kunnen leiden tot een kwetsbaar hart, of een hart dat niet goed kan functioneren, ook wel hartfalen genoemd.
En daarnaast willen we voorkomen dat iemand overlijdt aan de gevolgen van een myocardinfarct. Na die acute fase is het vooral belangrijk om een interventie te doen. En het liefst willen we dan binnen enkele uren de perfusie van het hart weer verbeteren en daarmee de schade van het hart tot een minimum proberen te beperken. En als laatste, op het moment dat deze interventie is gedaan, willen we ook voorkomen dat iemand in de toekomst wederom een cardiovasculair event doormaakt. En daarom zeggen we de derde stap is eigenlijk de secundaire preventie. En daarbij verlagen we het cardiovasculair risico en voorkomen we verdere micro- en macrovasculair lijden. En ook uiteindelijk dan ook het cardiovasculair overlijden te voorkomen. Als we de doelen hebben bekeken, is het altijd goed om te realiseren wat nou de mogelijkheden hier nou in zijn. Zowel medicamenteus als niet-medicamenteus. Nou, deze zullen we dan ook opsplitsen in de drie fases die ik zojuist ook heb gebruikt bij de doelen. Als we eerst eens gaan kijken naar de acute fasebehandeling, welke mogelijkheden zijn er dan? Nou, in de acute fase is het eigenlijk net als bij angina pectoris, is daar de mogelijkheid om kortwerkende nitraten te geven. Daarnaast zijn er mogelijkheden om opiaten te geven, zuurstof, indien iemand een hypoxemie heeft. En ook kunnen we al gaan starten met medicamenteuze behandeling middels acetylsalicylzuur. En in sommige protocollen ook wel eens clopidogrel of anderzijds trombocytenaggregatieremmers. Nou, naast die acute fasebehandeling kunnen we dus ook aan de gang met een PCI, een percutane coronaire interventie, of fibrinolyse. Wat is nou het verschil daartussen? Nou, ik zei al, bij een myocardinfarct is er eigenlijk een enorme vernauwing van het bloedvat van de coronaire, waardoor het bloed niet goed en makkelijk kan stromen. En dat kunnen we op twee manieren oplossen. Aan de ene kant kunnen we een percutane coronaire interventie doen, die vaak wordt uitgevoerd in combinatie met stent. Hier zullen we niet te diep op ingaan, maar wat in principe de gedachte hierbij is, is dat via het bloedvat geprobeerd wordt om die plak of dat stolsel weg te halen, ook wel dotteren genoemd, en vervolgens dat er een klein gaasje of een klein metalen stent wordt geplaatst in dat bloedvat waar die plak eerst zat. En dat noemen we dan ook wel de PCI met stent. Je moet zich realiseren dat dit alleen op die plek waar het echt heel erg vernauwd is, dat we daar zo'n stent plaatsen en dat we daar dotteren. En realiseren we dat niet het hele of niet alle coronaire daardoor worden gedotterd. Dus alleen op de hele belangrijke punten waar iemand op dat moment last van heeft. Aan de andere kant kunnen we ook aan de gang met fibrinolyse. Hierbij hoeven we geen gereedschap het lichaam binnen te brengen, maar geven we een hele sterke bloedverdunner, trombolyse, dat eigenlijk ervoor zorgt dat het stolseltje wat daar zit, dat opgelost gaat worden. Ook wel de trombolyse genoemd. En dit zijn de twee vormen van interventies die we frequent doen bij een myocardinfarct, bij een acuut coronair syndroom. Nou, na die PCI of fibrinolyse is het ook belangrijk om te kijken naar de secundaire preventie. En de secundaire preventie die deelt zich eigenlijk op in een aantal stappen. In eerste instantie is het altijd goed te bekijken naar de leefstijl. Kunnen we cardioprotectieve behandeling geven en moeten we ook andere risicofactoren die bijdragen aan die myocardinfarct proberen te voorkomen zoveel mogelijk. Laten we eerst eens gaan kijken naar die leefstijladvies. Het allerbelangrijkste is dat een patiënt moet gaan stoppen met roken. We weten namelijk dat als iemand stopt met roken, iemand 30-40% reductie heeft op een re-infarct. Dus opnieuw krijgen van een infarct. En dat het ook in 35-45% reductie geeft op de dood. Een enorm effect. Dus mensen met een myocardinfarct moet een reden zijn om echt te stoppen, direct te stoppen met roken. We zien dan ook dat 1 jaar na het stoppen, deze verhoogd risico met 50% is verlaagd. En pas na 15 jaar is het risico weer gelijk aan een niet-roker. Dus dit duurt ook wel even voordat het risico van het roken volledig is verdwenen. Maar desalniettemin moet ermee gestopt worden omdat het een enorme reductie geeft. Daarnaast is het belangrijk ook goed om te gaan met gezonde voeding en heel erg te matigen met alcohol.
Niet alleen vanwege de medicatie die iemand gaat gebruiken waarmee het gaat interacteren, maar ook gewoon om de kans op om verdere plaques te voorkomen. Fysieke activiteit en beweging en met name dus het verminderen van het sedentair gedrag, en dus niet de hele dag zitten, maar geregeld lopen, op de fiets eventueel naar het werk, dat gaat heel erg veel helpen. En daarnaast is het ook belangrijk om stil te staan bij het mentaal en psychologisch welzijn. Patiënten die iets aan het hart hebben, vinden dat heel eng. Met name omdat het hart toch wordt gezien als het belangrijkste orgaan van het lichaam. En mensen daar regelmatig depressief of somber gevoelens bij kunnen krijgen. Dus om daar extra aandacht aan te besteden en het niet te somber in te zien, is een heel belangrijk aspect. Nou, een ander onderdeel van de secundaire preventie is de cardioprotectieve behandeling. En die cardioprotectieve behandeling, daar spreken we eigenlijk over de Golden Five. En de Golden Five zijn de 5 geneesmiddelen die vrijwel iedere patiënt krijgt na een myocardinfarct. En die Golden Five die staat eigenlijk voor een dubbele trombocyte-aggregatieremmer, een statine, een beta-blokker en een ACE-remmer. Ja, dus de dubbele trombocyte-aggregatieremmers zijn de trombocyteremmers. De statine is voor de cholesterolverlaging. En de beta-blokker en de ACE-remmer zijn antihypertensiva, maar ze worden niet per se voor het verlagen van de bloeddruk gegeven. Het is met name, daar kom ik straks op, dat ze beschermend zijn voor het hart. Naast die cardioprotectieve behandeling is het ook belangrijk om te kijken naar het verlagen van andere risicofactoren. En welke risicofactoren zijn dat dan? Onder andere dus ook het kijken naar de systolische en diastolische bloeddruk. Het kritisch kijken naar het LDL-waarde en deze te verlagen naar de betreffende streefwaarde. Dus onder de 1,8 of onder de 2,6. Een beetje afhankelijk van de leeftijd. Hiervoor wil ik dan verwijzen naar een eerder deel over hypercholesterolemie. Daarnaast is het ook belangrijk om het HbA1c goed onder de geldende streefwaarde te krijgen. Ook hiervoor verwijs ik dan weer terug naar het online college over antidiabetica en diabetes type 2. Nu we weten wat de mogelijkheden zijn voor een STEMI dan wel een non-STEMI, is het goed te bekijken wat de argumentatie hier nou achter is. Laten we eerst eens beginnen met de argumentatie voor de acute fase behandeling. Nou, daarin hadden we een aantal opties. De kortwerkende nitraten geven bij alle patiënten die thoracale klachten hebben. En daar beginnen we eigenlijk vrijwel direct mee. In het begin weten we eigenlijk namelijk niet of het angina pectoris is, of het namelijk wegtrekt, of dat het dus aanhoudt, wanneer we het hebben dus over een acuut coronair syndroom. Maar zolang een patiënt een voldoende hoge bloeddruk heeft, kunnen we proberen met kortwerkende nitraten aan de slag te gaan. We moeten wel opletten dus op de veiligheid en de geschiktheid. Dus met name de hypotensie, dan de orthostatische hypotensie moeten we opletten. En dus met name als mensen ernstige hypotensie hebben met een systolische bloeddruk onder de 90, moeten we niet verder gaan behandelen. Daarnaast kunnen we dus de opiaten doen, vooral als patiënten ernstige pijn hebben van de pijn op de borst. En dan wordt er nog wel eens gekozen voor fentanyl, dan wel over morfine. Alleen moeten we goed opletten dat deze patiënten daardoor misselijk kunnen worden, kunnen braken. En daardoor ook misschien wel eens mindere absorptie kunnen hebben van andere medicatie die op dat moment toegediend wordt. En daarnaast weten we ook dat mogelijk de P2I12-remmers, zoals bijvoorbeeld clopidogrel, mogelijk minder gaat werken. Dus opiaten zijn nog wel eens een beetje, daar is nog wel veel om te doen. En weten we niet strikt gezien of die opiaten nou van meerwaarde zijn. Dus als het niet nodig is in verband met ernstige pijn, wordt het ook nog op dit moment afgeraden. Daarnaast hebben we zuurstof bij patiënten die respiratoire falen of een hypoxemie hebben. Of hypoxie hebben. En dan willen we zuurstof geven met bijvoorbeeld een non-breather masker. Waarbij we 10 tot 15 liter zuurstof kunnen geven. Als laatste geven we eigenlijk alle patiënten, die proberen we op te laden met acetylsalicylzuur. En in sommige protocollen wordt het eigenlijk al vervangen door andere trombocyte-aggregatieremmers. En daar moeten we vooral bij acetylsalicylzuur opletten op de allergische reacties die kunnen optreden. En verhoogde bloedingsneiging en interventie met maagzuur.
Nou, nu we de acute fase een behandeling hebben gehad, kijken we naar de PCI en de fibrinolyse. Als we kijken naar de effectiviteit, dan weten we dat de PCI, dus eigenlijk het dotteren met de stent, superieur is boven de fibrinolyse. Maar het moet wel liefst binnen 2 uur worden uitgevoerd, dus binnen 120 minuten vanaf de diagnose. Indien de PCI niet op tijd kan worden uitgevoerd, kan fibrinolyse te overwegen worden. Met name in plekken, op plekken waar PCI niet heel toegankelijk is. Niet alle ziekenhuizen zijn een interventiecentrum. En soms kan het dus vrij lang duren voordat iemand aan de PCI kan. En dan kan fibrinolyse makkelijker zijn om te geven. Maar nogmaals, het is minder effectief. Als we dan gaan kijken naar de veiligheid van die trombolytica, dan moeten we dus vooral opletten op bloedingen. Dit kan zijn intracerebraal, maar ook maag-darm en urogenitaal. En het allerbelangrijkste is om bij trombolytica echte contra-indicaties uit te sluiten. En dat zijn huidige bloedingen, als iemand op dit moment bloedt, of iemand recente bloedingen heeft, of een hoog risico op een bloeding. Maar naast deze contra-indicaties die hier staan, dit zijn er maar een paar, zijn er nog heel veel meer. En dat is altijd goed je te realiseren voordat we starten met trombolytica. Dus het allerbelangrijkste bij trombolytica is kijken op de contra-indicaties. Naast die PCI of fibrinolyse, ook wel de interventie, moeten we kijken naar de secundaire preventie. Die secundaire preventie die verdeelde zich weer in een aantal categorieën. Bij de leefstijl is het altijd echt goed om aan te raden om te stoppen met roken en om andere factoren zoals veel bewegen en goede gezonde voeding, minder alcohol echt aan te raden. En bij alle patiënten die deze slechte gewoontes hebben om dat aan te raden. Als we naar de tweede stap kijken, naar de cardioprotectieve behandeling, is het goed om te bedenken wat nou de effectiviteit hiervan is, van die Golden Five. Nou, de eerste stap van die Golden Five was ook wel de dubbele trombocyte-aggregatieremmer. En om te snappen waarom dat nou effectief is, moeten we eigenlijk terug naar de pathofysiologie van de aandoening. Want waardoor kreeg iemand nou een myocardinfarct? Dat was door dat atherosclerose. En dat atherosclerose was eigenlijk een vaatwandschade. En eigenlijk weten we dat op het moment dat iemand vaatwandschade heeft en iemand daardoor een propje gaat maken, dat we niet voor de secundaire hemostase remmers moeten gaan, ook wel de antistolling. Dat werd voornamelijk ingezet voor patiënten waarbij de oorzaak stase, dus stilstaand bloed is, of een hypercoagulabiliteit, dus bloed eigenlijk dat heel dik is. Maar dat we met name dus bij patiënten met een myocardinfarct primaire hemostase remmers moeten geven, omdat bij myocardinfarct of een acuut coronair syndroom de oorzaak met name de vaatwandschade is en de atherosclerose. En omdat daarbij bij die vaatwandschade vooral de trombocyten een belangrijke rol spelen. Dat is de reden waarom de trombocyte-aggregatieremmers worden gegeven voor secundaire profilaxe en dus niet de secundaire hemostase-remmers. Als we dan gaan kijken naar de veiligheid en geschiktheid van die trombocyte-aggregatieremmers, dan kunnen we dat opdelen in salicylaten, dan wel P2I12-remmers. En dan zien we dat bij de salicylaten we vooral moeten opletten op allergische reacties. Het is immers ook een NSAID. En op de bijwerkingen waarbij iemand een verhoogd bloedingsneiging heeft. En wat verschilt van die P2I12 remmers is dat die salicylaten ook een etzend, met name via het remmen van Cox, het maagslijmvlies minder doen opbouwen. Waardoor iemand ook een verhoogde kans heeft op maagulceraties. En gecombineerd met die verhoogde bloedingsneiging ook een verhoogde kans heeft op een bloedend maagulcus. Nou, de derde middel van de Golden Five is ook wel de cholesterolverlager. En om dat effect te snappen, moeten we dus ook weer terug naar de oorzaak van een acuut coronair syndroom, de plaques. En we moeten ons realiseren dat die plakaangroei groter en groter kan worden op het moment dat iemand een verhoogd cholesterol in het bloed heeft zitten. En dat is de reden waarom we cholesterolverlaging willen doen, naar de streefwaarde waar we een patiënt op willen hebben. En naast het verlagen van het cholesterol en daarmee het vergroten van die atherosclerotische plak, weten we ook dat cholesterolverlagers, onafhankelijk van hun dosering, ook een plakstabiliserende werking hebben. En dat ze er eigenlijk voor zorgen dat die plak
die er is, die we eigenlijk niet kleiner kunnen krijgen, dat die niet los gaat schieten en verderop in een bloedvat een probleem kan gaan veroorzaken. Dus dat is de reden, ongeacht van het LDL, dat we patiënten met een acuut coronair syndroom of een andere hart- en vaatziekte een statine willen geven. Als we dan gaan kijken naar de veiligheid en geschiktheid van de cholesterolverlagers, dan krijgen de meeste patiënten een statine, waarbij we dus op moeten letten op de bijwerking, zoals ernstige spierkramp en rhabdomyolyse. Daarnaast moeten we ook beseffen dat er veel interacties kunnen optreden. En met name interacties die komen door het CYP-enzym 3A4. Met name remmers van dit CYP-enzym, zoals miconazol, erythromycine, verapamil of diol-TSM, kunnen bij een heel aantal statines, met name de simvastatine en deels ook de atorvastatine, zorgen voor een hoge spiegel van de statine en daarmee dus ook meer kans op eventuele bijwerkingen. Een andere optie zou kunnen zijn de cholesterolabsorptieremmers, waarbij we vooral op de gastrointestinale klachten moeten letten, omdat het cholesterol eigenlijk minder opgenomen wordt uit de darm. En de PCSK9-remmers, die in sommige gevallen bij zeer hoog risicopatiënten kunnen worden gegeven, waarbij we vooral op moeten letten op dit moment op de hoge kosten die bij dit middel nog aanwezig zijn. Nou, de vierde en het vijfde middel, de beta-blokker en de ACE-remmer, na een myocardinfarct, die worden dus niet voor een hoge bloeddruk gegeven. En dus dit is specifiek dat die beta-blokker en die ACE-remmer gegeven worden voor de bescherming eigenlijk van het hart. En dat zit hem eigenlijk in dit plaatje. Patiënten met een myocardinfarct, wat je daarbij ziet is in eerste instantie dat door de release van catecholamine, bepaalde stofjes die het hart sneller doen kloppen, het sympathisch systeem overactief wordt. En dat komt eigenlijk door de schade uit het hart. En die catecholamine release die kan er in de eerste periode na een myocardinfarct voor zorgen dat iemand ritmestoornissen krijgt of anderzijds problemen aan het hart. En dat is de reden waarom we graag een beta-blokker willen geven, om die ritmeproblematiek te verminderen. Daarnaast weten we dat patiënten met een myocardinfarct, hoe groter dat infarct is, hoe grotere kans is dat iemand hartfalen ontwikkelt. En in het college deel 11 gaan we het ook over hartfalen hebben en zien we ook dat die beta-blokker een hele belangrijke rol heeft in dat ziektebeeld. Daarnaast weten we ook dat het beta-blokker er ook voor zorgt dat het hart rustiger pompt. En daarmee minder krachtig pompt. En daarmee ook minder zuurstof nodig heeft. En dat helpt het hart vooral in dat het minder zuurstof nodig heeft. En met de plaques die dan nog wel aanwezig zijn in die coronaire, dat het hart ook op andere plekken nog voldoende zuurstof krijgt om niet opnieuw een myocardinfarct uit te lokken. We weten met name dat die beta-blokker het eerste jaar veel van toegevoegde waarde is. En na dat jaar, als een patiënt geen hartfalen ontwikkelt, de meerwaarde maar zeer beperkt is. Het tweede middel, namelijk de ACE-remmer, of als daar een intolerantie voor is, een ARB. We weten dat dat gegeven wordt omdat het hart zelf het RAAS-systeem stimuleert naar myocardinfarct. Maar ook dat weer het sympathische systeem via renine ook het RAAS-systeem overactiveert. Dus patiënten na een myocardinfarct zetten het RAAS-systeem aan. En daarom willen we eigenlijk een RAAS-blokker geven. Het tweede voordeel van het ACE-remmer is dan weer dat een ACE-remmer eigenlijk ervoor zorgt dat het hart minder fibrotiseert. Op het moment dat een myocardinfarct of het myocard kapot gaat, te weinig zuurstof krijgt, afsterft, dan zullen die spiercellen omgezet worden in fibrotisch weefsel. En fibrotisch weefsel is heel vervelend in het hart, omdat het niet netjes samentrekt. En aangezien dat hart de hele dag, elke minuut samen aan het trekken is, kan het niet heel goed tegen bindweefsel. En een ACE-remmer heeft aangetoond via ACE dat het ook daadwerkelijk ervoor zorgt dat er minder fibrotisch weefsel in dat hart aanwezig is. We zeggen ook wel eens, het hart marineren in ACE-remmer zorgt ervoor dat het hart soepeler blijft.
en daarom minder kans heeft op het ontwikkelen van hartfalen. Mocht iemand dan toch hartfalen krijgen, dan is ook een ACE-remmer aangewezen. En dat zullen we in het volgende deel met elkaar bespreken, waarom dat heel handig is. En dat is de reden eigenlijk dat een patiënt een beta-blokker en een ACE-remmer krijgt in de Golden 5. Omdat het dus aan de ene kant het sympathisch systeem remt en aan de andere kant het RAAS-systeem wat overactief is. En aan de derde ook nog eens ervoor zorgt dat het hart minder fibrotisch wordt. Nou, we moeten dan nog wel kijken naar de veiligheid en geschiktheid van de beta-blokker en de ACE-remmer. Als we kijken naar de beta-blokker, dan moeten we ons vooral opletten op eventuele bradycardieën of orthostatische hypotensie, wat het erger kan maken. En op de contraindicatie ernstig astma, want ernstige astmatische patiënten kunnen ook bij selectieve beta-blokkers eventueel meer last krijgen van de astma. Perifere circulatiestoornissen, dat beta-blokkers op sommige plekken ook vasoconstrictie geven. En patiënten met een hooggradig AV-blok moeten we voorkomen dat er verdere bradycardie ontstaat. De ACE-remmers of de ARB's moeten we vooral opletten op een hoog kalium. En patiënten met name bij de ACE-remmers op anafylactoïde reacties en kriebelhoest. Deze middelen moeten we liefst niet geven bij preterminaal nierfalen. En moeten opletten op de interactie met een NSAID, die vooral bij patiënten met een slechte nierfunctie heel erg relevant is. Nou, nu we weten wat de behandeling van een myocardinfarct is, nu we de Golden 5 voor de cardioprotectieve behandeling hebben doorgenomen, is het ook goed om ons te realiseren welke informatie we nu moeten geven aan de patiënt rondom dit ziektebeeld en de behandeling daarvan. Nou, in eerste instantie is het goed je te realiseren dat de ene acuut coronair syndroom de ander niet is. Patiënten zijn enorm verschillend hierin, in de hoeveelheid hart wat is afgestorven, wat dus niet meer regenereert. En we moeten ons ook realiseren dat in de afgelopen 10, 20 jaar de meeste patiënten er veel beter uit zijn gekomen dan in het verleden. Onder andere door de interventies die zijn gedaan, zoals de PCI met stent of de fibrinolyse, die veel beter is afgestemd op de patiënt. Heel belangrijk is dat de patiënt zich aanmeldt voor hartrevalidatie, wat via de verwijzing via de cardiologie wordt aangevraagd. We focussen hierbij op een aantal aspecten. Zorg dat een patiënt fysiek weer op orde komt, dat iemand weer de dagelijkse activiteiten kan gaan doen, maar wordt ook ingezoomd op de psychische klachten na een myocardinfarct en de sociale aspecten. Hoe ga ik om met familie, vrienden, hobby's en dat soort zaken? Daarbij is die hartrevalidatie ook handig, omdat het focust op toekomstige hartproblemen te verminderen. En ook daarmee de kwaliteit van leven uiteindelijk weer te verbeteren. Acuut coronair syndroom was een jaar of 20, 30 geleden grotendeels een dodelijke ziekte. En tegenwoordig zijn patiënten met een acuut coronair syndroom hebben er wel klachten van. Het is zeker een ernstige aandoening, maar de meeste patiënten blijven leven. Daarnaast is het ook belangrijk om te zorgen voor therapietrouw, sowieso met de hartrevalidatie, maar ook met de chronische behandeling na een acuut coronair syndroom. Iemand krijgt immers de Golden 5, dus tenminste eigenlijk al 5 medicamenten en eventueel ook nog andere cardiovasculaire risicofactoren die moeten worden aangepakt. Wat wel belangrijk ook nog is dat de patiënten dubbele trombocyte aggregatieremmer krijgen bij de start van de myocardinfarct, bij de start van de behandeling daarvan, maar dat 12 maanden na het starten of de acetylsalicylzuur of de P2I12 remmer wordt gestopt. Dit heeft ermee te maken dat met name die P2I12 remmer wordt gestart in verband met de kans op een instant trombose. Je moet zich namelijk realiseren dat er een stent geplaatst wordt. Dat is vreemd materiaal en dat trekt eigenlijk opnieuw weer trombocyten aan. Ook al zit er een trombocytenwerend middeltje in die stent, zullen er nog steeds trombocyten naartoe willen trekken. En dat zal natuurlijk er eigenlijk weer voor kunnen zorgen dat er op dezelfde plek in die stent dan weer een nieuwe trombus gaat ontstaan. Dat willen we voorkomen. Dat is ook de reden dat we ook 2 antistollingsmiddelen geven. Dan is de vraag, waarom moeten we dan na 12 maanden stoppen? Dat heeft ermee te maken dat die stent uiteindelijk ook gaat ingroeien in de vaatwand. En we weten niet exact hoe lang dat duurt,
Maar de gedachte is dat met 12 maanden die stent wel helemaal in de vaatwand is gaan groeien. En dat we dus die dubbele antistolling niet per se meer nodig hebben. Want dubbele antistolling geeft wel meer kans op bloeding. Maar omdat die stent in de vaatwand is gegroeid, is die dubbele antistolling niet meer nodig om te voorkomen dat iemand een instant trombose krijgt. En daarom wordt op dit moment in de richtlijn nog gezegd dat er gestopt moet worden met de P2E12 remmer. Maar dat er wel geruchten gaan dat misschien het wel omgedraaid zou moeten worden. In dat een patiënt na 12 maanden de acetylsalicylzuur zou moeten staken en de P2E12 remmer zou continueren. Naast deze informatievoorziening is het ook altijd goed de behandeling te blijven controleren. En daarbij is het dus belangrijk om het EGFR, het natrium en de kalium voor de start van de RAAS-remmers, dus in dit geval de E-schermer of de ARB, te controleren. Controleer daarbij 2 weken na de starten van de medicatie op bijwerkingen en herhaal eventueel het lab indien de waarde van het EGFR, natrium en kalium voor de start van de middelen afwijkend waren. Het LDL kunnen we pas na 3 maanden controleren en daarna kunnen we eventueel ook de statine of de andere cholesterolverlagers intensiveren indien iemand nog niet op streefwaarde is. Bij stabiel ingestelde patiënten is het ook belangrijk om jaarlijks te kijken naar of het behandeldoel is behaald op eventuele bijwerkingen van deze geneesmiddelen en of de bloeddruk en hartfrequentie op orde is. Daarnaast is het ook belangrijk om te verwijzen naar de cardiologie indien iemand angineuze klachten heeft binnen enkele maanden of als iemand een recidief acuut coronair syndroom heeft. Verder is het ook goed om patiënten in de cardiologie te verwijzen naar de tweede lijn, naar de cardioloog, bij patiënten die moeilijk te behandelen angina pectoris hebben, kortademigheid houden of verminderde inspanningstolerantie, omdat ze dan kunnen kijken of er andere medicamenten aangewezen zijn. Dat is wat ik vandaag met u wilde delen over het acuut coronair syndroom. Ik hoop dat u ervan heeft genoten en ik hoop u bij een volgende deel wederom weer te horen. Fijne middag!